De voetballers van Goes hopen dat ze toch nog in de hoofdklasse van het zondagvoetbal kunnen blijven. Goes won in Amsterdam met 5-2 van voetbalclub De Dijk en mag daardoor na competitie spelen. Wel met een beetje hulp van andere clubs. Eindstand, ja. Nieuwenhoorn degradeert en dus Goes voorlopig nog niet. Opluchting bij Gerard de Nooijer op De Dijk in Amsterdam. Vanaf die dijk zien we ook hoe Goes met 5-2 de nummer 4 uit de competitie oprolt. Het is beter, sterker, maar vooral er is veel inzet. En dat onder barre omstandigheden. Goes had hier kunnen degraderen en het decor was er ook echt toe. Veel regen, veel storm wordt ook hier ondervonden. Goes wordt af en toe geholpen, bijvoorbeeld hier met een eigen goal. Maar wie degradatiekandidaat Goes ziet spelen, vraagt zich af waarom het niet al lang veilig is. Ja, dat vroeg ik mezelf ook een beetje af. Dat zei ik al tegen de wisselspelers al op de bank. Het is ongelooflijk dat wij voor degradatie moeten vechten. 5-2 dus tegen nummer 4 De Dijk, mede door 2 goals van Tom de Bonte, die niet bezig was met de standen op de andere velden. Nee, want we wisten gewoon dat we zelf moesten winnen. En als je zelf hebt gewonnen, dan kun je pas kijken naar de rest. Dus het maakt niet uit. Oud-Goes-trainer Hugo Barends, hier met de meest stabiele paraplu, ziet dat het goed is. Goes degradeert niet. Nog even op de telefoon kijken wie de volgende tegenstander is. Ah, de Meren uit Utrecht. Eerst zondag uit en dan donderdag thuis. Ja, ik hoop gewoon dat wij die wedstrijd daar ook goed kunnen wegzetten. En dan over, ja, het is over 2 wedstrijden en dan heb je nog een ronde. Dus het is nog even een lange rit om erin te blijven. Voorlopig haalt Goes opgelucht adem na een puikenpartij in een regenachtig Amsterdam.